Welkom bij de BLC. Kom verder. Zo werkt dat. De BLC is een luchtvaartclub met modellen. En vroeger was dat de Breda's luchtvaartclub. Dat is inmiddels de Brabants luchtvaartclub. We zitten ook korter bij Tilburg dan bij Breda. Vandaar dat het ook wat veranderd is. En dat is, de club bestaat uit ongeveer 65 mensen. En over het algemeen behoorlijk actief. En wat doen jullie dan? Met modellen vliegen. Schaalmodellen, eigen bouwsels, zweeftoestellen, parachutisten. Al dat soort dingen doen we, ja. Maar waarom doe je dat in deze club en niet gewoon thuis in de tuin? Ja, dat mag niet. Je moet namelijk ook een privet hebben om te mogen vliegen met zo'n ding. Heel vroeger was het zo dat je dus met een toestelletje van 500 gram wel overal mocht vliegen. Maar dat was dan speelgoed. Ja, dit is dus echt geen speelgoed meer. Het is wel iets meer. Nou, dit is dus mijn toestel. Het heeft een spanwijdte van bijna 2 meter. 1,97 meter om precies te zijn. Helemaal gebouwd van hout en folie eroverheen. In het apparaat zit dus de nodige apparatuur om te besturen. Het sturen doe ik met een zender. En links, rechts, hoog, laag en de motor. En heeft u dit zo gekocht? Ik heb hem wel in principe zo gekocht. Alleen je moet hem dus wel helemaal in elkaar gaan lijmen. En het moet natuurlijk allemaal wel een beetje stevig zijn. Het ligt er een beetje aan wat voor motor je erop gaat zetten. Zet je er een lichte motor op, ja, dan hoeft het niks te gaan verstevigen. Maar zet je een zware motor op, dan moet alles ook wat steviger gemaakt worden. En dat is ook allemaal gebeurd bij deze. En hoeveel tijd kost dat dan om zoiets in elkaar te zetten? Ongeveer een 40 uur, zoals je deze hier zo staat. Dan ben je er wel aan kwijt. Ja, dus het kost toch wat tijd. Waarom heeft u voor dit vliegtuig gekozen? Nou, omdat je dus best veel mogelijkheden mee hebt. Je kan er dus snel mee vliegen, langzaam mee vliegen. Je kan er heel veel trucjes mee doen. Ja, dus je kan er een rol mee maken. Kijk, als je een schaalmodel pakt, ja, dan kan je in hoofdzaak eigenlijk alleen maar je rondjes vliegen. Wat is een schaalmodel? Nou, dat is dan helemaal op schaal nagemaakt. Dit is dus ook wel een bijna schaalmodel. Maar als het helemaal op schaal nagemaakt is, bijvoorbeeld een Boeing of noem maar iets, ja, dan kan je moeilijk een looping mee gaan maken. Hè, of een mestkant, dus op zijn kant gaan vliegen. Dat gaat dan niet. Ja, dat hoort dan ook niet bij zo'n ding. Of bij een oldtimer kan je dat soort dingen dus ook niet gaan doen. Het zou misschien wel kunnen met een model, maar het hoort er eigenlijk niet bij. Maar is dat het leukste ervan, de trucjes die je ermee kan doen? Ja, onder andere. Het vliegen op zich is gewoon leuk. Je kan ook rustig vliegen. Je kan langzaam vliegen, je kan snel vliegen. Ja, je hebt de keus. Ja. En dat maakt het juist leuk. Maar wat is er dan eigenlijk leuk aan zo'n vliegtuig? Ja, dat je dat allemaal kan doen. En met een model is het over het algemeen zo dat je dus wat meer ermee kan doen dan met een echt vliegtuig. Dus dat maakt het allemaal wel leuk en dit is best spannend. Ja, want het opstijgen voor de eerste keer is al spannend, maar het landen is dan nog spannender. Ja, want je probeert hem toch weer aan de grond te krijgen. En dat is gewoon leuk. Die kick, ja, dat doet het dan wel. Wil je er even achterin staan, chef? Wim, wat voor gevoel is dat als hij nu zo in de lucht vliegt? Ja, heerlijk. Dat is gewoon leuk. Dat is gewoon kicken.
Kijk, je kan hem een keertje recht overeind zetten bijvoorbeeld. Een keer laten draaien. Zie je? Kijk, je kan hem ook naar beneden laten vallen. Zie je? En nou zet ik hem weer recht. Een beetje gas. Is dat het leukste, die trucjes? Ja, dat is wel heel erg leuk. Het wordt spannender als je moet gaan landen. Maar als die nu zo in de lucht is, verzin je dan ook steeds dat je denkt, oh, ik zou wel eens drie loopings achter elkaar ja, willen? Ja, dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen, hè. Kijk, nou maak Bob de looping. Zie je? Ja, dat is gewoon, ja, het geeft gewoon een kick. En je kan hard, je kan zacht. En je kan hoog gaan zitten of je gaat wat lager. Maar denk je dan ook dat, oh, de vorige keer kon ik twee loopings achter elkaar, nu wil ik er drie? Of... Oh ja, maar zo kan je wel oefenen natuurlijk, hè. En dat moet je ook wel, je moet wel een beetje oefenen. Je moet het ook constant bijhouden. En dat maakt het ook leuk. Je gaat steeds meer dingen doen, je wordt er ook steeds brutaler in. En ik denk dat iedereen wel heeft. Wat is dan zoiets wat je onlangs erbij hebt geleerd? Ja, ja. Ik probeer elke keer wel gewoon wel iets. Bijvoorbeeld wat ik zo even deed, dat ik omhoog ga en dan met zo'n rol naar beneden kom. Ja, dat probeer je steeds langer uit, hè. Dus je gaat bijvoorbeeld omhoog, je legt dat ding naar beneden en je laat hem dus die draaiing maken. En dan op een gegeven moment doe je dat misschien tot 50 meter boven de grond. En op laatst doe je dat dus gewoon een heel stuk lager. Kijk, nou zit ik een beetje ver weg, dan kan je amper meer zien wat hij doet. En ja, dat maakt het ook allemaal spannend natuurlijk, hè. Ja, kijk, nou hoor ik een helikopter, dus nou moet ik wat lager gaan zitten. Als je het goed vindt, ga ik hem even aan de grond zetten. Althans een pokingwagen. Waarom is dit moeilijk nu? Nou kijk, je moet hem een beetje vlak zien te houden. En als dat te hard gaat, dan gaat hij stuk. Nou, hij is in ieder geval nog heel, hè? Dat zag er soepel uit. Ja. En zo brengen wij onze middagen door. Althans de woensdag en de zaterdagmiddag. Mits we het weer toelaten hoor. Nu is het ja, wel koud, maar het is in ieder geval te vliegen. En dat is gewoon leuk. Dus dat gaat heel de middag door zo. En onder wat voor omstandigheden bent u hier niet te vinden? Ik ben er altijd. Al ligt er sneeuw, dan gaan we toch vliegen. Weliswaar niet met wieltjes, maar dan hebben we bijvoorbeeld een paar skietjes eronder. Of met een zwever. Die kan je gewoon op de grond zetten. En die vertrekt gewoon als je gas geeft. Dus, dat glijdt dan, hè. Dat gaat heel goed. Maar we hebben ook mensen bij die hebben een skietje eronder. Dus die kunnen dan ook opstijgen en landen. Dat is heel erg leuk. Dus het is wel een echte flinke hobby. Ja, 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 je bent er heel veel mee bezig. En dan thuis weer bouwen en dat soort dingen. Hè? Daar moet ook altijd alles weer controleren. Als ik straks thuis kom, controleer ik dus ook of er niks los zit of wat dan ook. Want anders heb je volgende keer misschien een probleem. Dus dat zijn zaakjes die moet je dan toch wel even doen. En het thuisfront vindt dat nooit vervelend? Mijn vrouw vindt het heel erg leuk. Die had er anders vandaag best bij geweest. Maar die is op het moment ziek, maar anders was ze er beslist bij geweest. Die gaat ook heel vaak mee als we naar een show gaan kijken. Dan gaat ze ook meestal mee. En dat is erg leuk. Dan gaan we met een aantal mensen, vaak met de caravan, blijven een paar dagen. En dan, ja, dat is gewoon enorm gezellig. En leuk. Dan zie je ook weer eens wat andere dingen. Ik zou het niet willen missen, nee.